Er zijn nieuwe truien binnen in het donkerblauw met een manchetmouw zit er aan. Dat is een aangesloten mouw en die gaat dan over in een soort van vlindermouwtje. Zakken zitten erin en als je het goed ziet, dan zit er ook een schuin gebreid patroon in met in het midden zo'n gebreid naadje erin, zeg maar. Achter is hij wat langer dan voor. Een viscose mix zonder wol, dus dat draagt lekker en dat voelt heel lekker zacht. En een turtelhalsje, maar die zit lekker los. Dat is geen strakke hals waar dat je last van hebt, zeg maar. 1 maat is het. Nou, en het fijne van dit modelletje is dat het mooi is bij maat 36, omdat je het dan nog iets meer oversized draagt. En het kan makkelijk tot en met maat 44 en ik denk eigenlijk ook wel 46. Bij 46 zou ik dan even komen passen in de winkel, maar hij is eigenlijk wijd genoeg daarvoor. 49,95 zijn ze. En dan heb ik hem gecombineerd met een nieuwe jogjeans. Die heeft knopen hiervoor met een gulpje eroverheen, zodat je de knopen nog half ziet. Het is een heel fijn hoog model. Stoere zakken erop. En een jogjeans is gebreid. In het begin zijn die broeken gekreukt, maar tijdens het wassen wordt hij gewoon een gladde broek, zeg maar. Jogjeans loopt wel uit, omdat het een breisel is. Ik vind dat niet erg. Het mag gerust iets losser zitten. Twijfel je tussen 2 maten, kun je om die reden wel zeggen van ik pak de kleinste maat. Boven heb je ruimte genoeg voor een buikje. Het is echt gemaakt op een vrouwenlichaam, want wij worden hier allemaal wat ronder, zeg maar. Er is al rekening mee gehouden. En als je nou slim bent, dan doe je de riem niet te strak. Ik zie dat hier in de winkel vaak. Iedereen zegt van ja, ik heb nog plaats over, moet strakker. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je er een randje overheen en hiervoor gaat het een bultje worden. Dat is niet zo heel mooi. Ik zou zorgen dat het mooi glad zit. Niet te strak, zeg maar. Die broeken zijn 59,95 en dat is lengtemaat 32. Ik ben 1,72 meter en dan komt hij bij mij net op mijn enkels. En dan hebben we de sleehaklaarzen binnen, maar volgens mij ook alweer een heel eind uitverkocht. We hebben wel 3 kleuren. Ik ga ze meteen even erbij pakken. Ja, ik heb dat hier allemaal bij de hand liggen, want ik doe de hele dag niks als kleren aan, kleren uit, laarzen aan, laarzen uit. Dus ik hoef het zomaar te pakken. Zwart. Camel heb ik aan. En deze kleur noemt de leverancier Keki. Dat staat op de doos. Maar wij vinden dat echt wel een zandkleur. Maar dan moeten we dan eventjes die kleur wel benoemen. Omdat je anders denkt, hoezo krijg ik Keki binnen als ik zand heb besteld. Een rits aan de binnenkant. Een klein ritsje aan de buitenkant. Maar dat is een nepritsje. Dus dan wordt de laars niet ruimer van, zeg maar. Je ziet dan ook vaak mensen met stevige kuiten dat die vaak niet in langere laarzen kunnen. En dat kan hier dan ook niet. Dus dat is dan zo. Wel een heel fijn modelletje, omdat het juist een smalle schacht is om onder rokken te dragen. En zo'n sleehak, dat loopt natuurlijk heel fijn. En, ik zal nog even laten zien, hiervoor is de zool wat dikker. Nou, die dikte, die kun je al van de hak aftellen. Dus dan is het helemaal niet zo'n hoge hak. En toch heel erg vrouwelijk. 59,95 zijn ze. En je kan het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.